welke ruimte zijn we nu? We zijn in de overruimte van het crematorium. In deze ruimte, daar komen de overledenen en hier worden ze daadwerkelijk gecremeerd in de ovens. Staan hier altijd kaarsjes in deze ruimte? Ja, goede vraag. Het kan zo zijn dat de familie ervoor kiest om samen met de overledenen zo lang mogelijk te begeleiden. En als het mensen hier komen en wij werken hier, dan hoeven niet alle lichtjes aan. Dus gewoon de TL-verlichting is aan, of de lampen zijn mooi aan. Maar als mensen hier komen, willen we het toch een beetje knusser maken. Kunt u wat vertellen over de ovens en het proces? Als de overledenen hier komen op onze locatie, iedereen heeft een naam, krijgt iedereen toch een nummer erbij. Elk nummer is uniek en hoort bij een persoon. Je hebt verschillende personen die Jans heten, of misschien jouw achternaam of een andere achternaam. Je hebt heel verschillende mensen met alle dezelfde naam. Daarom krijg je een steentje met een uniek nummer. Nou, over het proces in de oven, hoe warm wordt die ongeveer? Heb je enig idee zelf? Nee, ik heb echt geen idee. Nou, thuis gaat de oven tot 200, 250 graden en hier ergens tussen de 600 en de 1100 graden. Dus dat is heel warm. Dus het is ook als ik dood ben, dan krijg ik ook zo'n steentje met een nummer erop? Dat zou kunnen. Ik hoop dat dat voorlopig nog niet gaat gebeuren natuurlijk. Je kunt twee dingen doen. Je kunt kiezen voor cremeren of je kunt kiezen voor begraven. En bij cremeren, daar krijgt iedereen een nummer inderdaad. Dat nummer gaat mee in de oven en blijft eigenlijk altijd bij jou.